Walter Cruz heeft een slapeloze nacht achter de rug. De reden? Hij zag dinsdagavond in shownieuws hoe Evert Zantegoeds en Bram Moskowitz beweerden dat hij niet verzekerd was voor het autoongeluk dat hij had veroorzaakt. Volgens hen zou hij zelf moeten opdraaien voor de schade aan zijn eigen auto en die van de andere partij, omdat hij door rood was gereden. Ik hoop niet dat hij kijkt eigenlijk, want ik heb zoveel slecht nieuws voor hem dat hij niet meer slaapt vanavond, zei Evert. Maar Wolter zat wel degelijk voor de buis en kon zijn oren niet geloven. Hij vertelt nu aan Shownieuws dat hij wel degelijk goed verzekerd is en dat alles wordt vergoed. Dat vond ik wel een dingetje in de uitzending bij jullie. Bram Moskovits samen met Evert Santegoets zei: "Nou, hij moet in de kleine lettertjes kijken." Maar ik ben gebeld door de verzekering de volgende dag. Wat zeiden ze? Dat alles in orde was, zegt Wolter. Ik heb er niet van geslapen die nacht. Ik dacht, wat is dit nou? Hoe kan dit nou? Ik ben toch gewoon verzekerd? De shownieuwsverslaggever vraagt: door onze deskundige? Wolter plaagt, ja, door jullie twee nog net niet deskundige mensen op verzekeringsgebied. Zelfs Moskovits niet. Dat vond ik wel knap. Wolter heeft gelukkig geen ernstige verwondingen overgehouden aan het ongeluk. Ik heb alleen een blauwe arm heel erg. Dat was door die klap op het stuur. Maar voor de rest is alles heel goed. Geen letsels, niks. Met de twee mannen die ik heb aangereden is ook alles goed. Die zijn mee naar huis gekomen met me, dus ik ben heel blij dat het zo gelopen is, want het had veel erger kunnen zijn. Hij sluit af, je rijdt op een gegeven moment in de auto, het is heel slecht weer, heel veel regen, ik kijk naar mijn dashboard, ik doe mijn ruitenwisser nog even harder aan, ik kijk omhoog en ik zit op een auto. Het ging zo snel, terwijl je 50 km per uur rijdt, dus het viel allemaal wel mee, maar het was gewoon een grote klap.